Hey mensen, kijk eens wat ik binnen heb. Het boek Dressage in Hand van Josepha Guillaume. Eindelijk, eindelijk, eindelijk. Even een kleine inblik. Het heeft heel veel pagina's, zoals je ziet. Even kijken, ongeveer 350, zoiets. En het heeft een voorwoord van Sylvia Loch. Ook heel bekend. En jullie zien, het is een hele hoop tekst. En ook de nodige foto's. En even kijken of er toevallig nog een fotootje van mij. Ah, hier staat een fotootje van mij. Met Jelle. En hier staat nog een fotootje van mij. Met Capriccio, paard van een klant van Valerie. Ja, je ziet Shetlander. Ach, daar lig ik alweer in de wei. Dus jullie zien een hele hoop tekst, ook een hele hoop foto's. Deze knapper, deze rij ik 2 keer per week. Innocentio. Prachtig beestje. Equus Kinski. Komt ook van heel ver. Enorm beentrauma opgegeven, maar ook door de goede zorgen en training van Josepha. Weer goed gekomen. En sinds enkele jaren mag ik hem bereien, 2 keer per week. En ook wat grondwerk en logeren natuurlijk. Dus mensen, ik zou zeggen, bestel, bestel, bestel. Want jullie kunnen hier wel even mee vooruit. Superleuk boek. Ook nog een interview met dierenarts Hilde Schillings. Top dierenarts trouwens. Die ook nog eventjes uitlegt waarom werk aan de hand zo belangrijk is voor de gezondheid van een paard. Dus ik zou zeggen, ik koop het. Ik zal de link in de reacties zetten. En nou ja, alvast veel leesplezier.